Welkom in Café Weltschmerz. Mijn naam is Hans Mol. Ik heb een heel bijzondere gast, vind ik zelf. Ik mag wel zeggen mijn favoriete columnist. Kijk eens aan. Sylvain Evimenko. En zometeen gaan we in gesprek. Ik ben heel benieuwd. Sylvain, je zegt net van Weltschmerz had je nog niet eerder gehoord. Ja, dat snap ik ook niet, want ik leef op internet en ik snap het niet. Maar misschien klik ik niet altijd en overal op de juiste programma's. Want hoe kwam je? Je kwam via Don Arturo. Ja, Don Arturo, dat ook een vriend en een Facebook-vriend van mij is. En ik zag hem via Ginstel met een link naar jullie programma. Ah, dat was het. Dat is ja, de... en dus ik heb dat programma. En ik werd toevallig een paar dagen later gebeld. En daarom zei ik onmiddellijk, ja. Maar ja, goed, jij bent niet Don Arturo. En, nou. Nee, goed. Ja, geweld. Heb je het boek al gelezen van hem? Ja, ik ben bezig. Hilarisch. Ja, het is een zo'n baksteen. En het gaat nergens over. Ja, precies. Maar dat is het juist. Ja, het leuke precies. Ervan. Ja, precies. Jouw columns gaan altijd ergens over. Zo even bedacht ik nog een van de mooiste columns van jou... vond ik, die ging over je vertrek uit Rotterdam. Vond ik zo ontroerend, omdat je opeens beschreef hoe je daar kwam. Ja, 20 jaar. Ja. 20 jaar Rotterdam. En op een gegeven moment dacht ik, het is tijd om het huis waar we woonden te gelden te maken. Dus verkopen, om een andere te verkopen, te kopen. Dus een puur kapitalistische Nee, impuls. Mijn vriendin heeft COPD. En we woonden vlakbij de Maastunnel, een prachtige singel, mooiste singel van Rotterdam, Heemraadsingel. Maar ze kreeg daar heel veel last. Dus we zijn nu langs de Heysel in de polder gaan wonen, waar ze het gewoon veel beter kan verdragen. IJssel is mooi. Het is fantastisch mooi. Dat is gewoon, ik kom wel eens in Zwolle. Maar om hier op terug te komen, je hebt het over mijn vertrek uit Rotterdam. Ik las vandaag in mijn eigen krant, in Trouw, dat er een zekere hoogleraar vindt dat mensen in de grote steden, blanke mensen, moeten integreren in de nieuwe diversiteit. En ik bedoel, dan denk ik, dan ben ik op tijd vertrokken. Want ik ben niet van plan om 2 keer te integreren. Dat heb ik al 1 keertje gedaan in mijn leven. Ik kwam uit Frankrijk, ik ben Fransman. Ik heb de Nederlandse taal geleerd, ik heb de Nederlandse gewoonte geaccepteerd enzovoort. En ik heb geen zin om Arabisch of Turks te gaan leren. En dat vind ik zo een krankzinnig gedacht. Dat iemand zich daarmee bezighoudt. En aan oorspronkelijke bewoners, aan autochtonen gaat vragen. Je moet je plooien aan de gewoontes, aan de taal, aan de kledingsvoorschrift of wat dan ook. Religieuze normen. Van mensen die nog geen 50 jaar geleden hier nog niet waren. Ik bedoel, dat is zo raar. En dat is niet alleen maar raar, je moet daar gewoon keihard tegenin gaan. Je moet dat niet accepteren. Ik kan er niks tegen inbrengen, want natuurlijk, ja, ik kijk daar net zo tegenaan als jij. Kijk, dat soort berichten maakt me echt ontzettend boos. En natuurlijk zal ik daarover gaan schrijven overmorgen, denk ik. Eerst moet je boosheid zakken. Ja, zeker. Want ochtends aan de keukentafel, je moet weten, ik sta meestal om 5:30, 6:00 op. En dan begin ik alle kranten te lezen. Wat doe je? Heb je een sigaretje, een kopje koffie? Nee, ik rook niet meer. Ik ben gestopt 3 jaar geleden. En alleen maar stomer, zou ik maar zeggen. En ik ga gewoon ontbijten. En dan begin ik op mijn iPad alles te lezen. Want dat is het fijn als je niet meer de papieren krant verwacht om 7:00. Dan kan je gewoon vroeg beginnen. Ja. En ik ben een ochtendmens, dus ik lees dat. En aan de keukentafel, die is de boosheid eigenlijk... het kom echt tot uitdrukking. Ik wil even het beeld van jou hebben aan de keukentafel. Want je hebt dan je iPad. Dat kan je niet onderstrepen. Nee. Dus wat doe je dan? Heb je een papiertje bij je? Nee, ook niet. Ik lees en ik onthoud wel. Totdat ik een onderwerp of een idee... En meestal lukt het vrij vroeg, hoor. Voor 12:00 weet ik ongeveer wat ik ga doen. En ik begin te schrijven rond 3:00 middags. Maar ik ben de hele dag mee bezig. Maar wat ik wou zeggen, dat is de woede die je voelt 's ochtends... Die moet je eigenlijk temperen. Je kunt niet een column schrijven die alleen maar op woede
op toorn gebaseerd is. Van dan is het gewoon niet te doen voor de lezer. Nee, die verdringt in je boosheid. Je moet je emotie eruit halen. Inderdaad. Maar je houdt wel het onderwerp absoluut, wat je kwaad hebt gemaakt. Dat is de sokkel, het fundament is je boosheid, als het onderwerp zich daarvoor leent natuurlijk. Je boosheid is het startpunt en langzamerhand ga je het gewoon verfijnen, ga je de scherpe kantjes weghalen en ga je het gewoon veel meer intellectueel overbrengen. Veel meer, je moet altijd aan de lezers denken. De lezers, dat zijn degenen als het ware die jou betalen. Dat is niet de krant, dat zijn de lezers. En hoe komt die humor er? Want er zit altijd een klein vonkje humor in jouw stuk. Ja, dat heb je, of dat heb je niet. Ik bedoel, het is een stijl. Je moet verschillende stijl hanteren. Je kunt zeer ernstig zijn of je kunt totaal ironisch zijn en ook cynisch, dat mag ook. En zelfspot moet je ook regelmatig gebruiken, want dat maakt je personage eigenlijk meer publiek voor de lezers. Maar wat ik echt zeg, dat is dat de lezers, dat zijn de meest, ja, het is het belangrijkste. Je moet altijd of denken, ik heb iets extra gebracht, ik heb ze aan het denken gezet, of ik heb ze boos gemaakt, of ik heb informatie gegeven die ze niet hadden. Maar het is niet alleen voor je eigen plezier en je eigen gelijk dat je een column gaat schrijven. Nee, je moet altijd de lezers achter je schouders hebben. Visualiseer je dat dan? Of hoe ben je daar? Hoe maak je daar steeds? Het is wat ik zeg. Het is alsof ze achter jou staan. Ja, terwijl je tikt. Ja, en ja, je denkt, vergeet die mensen niet. Ja, je bent niet ik ben niet altijd zo geweest. Ik bedoel, ik schrijf nu al, ik geloof, 30 jaar columns. En in het begin was het eigen gelijk belangrijker. In die zin dat, ja, je komt ook heel. Ik was heel provocerend. Alleen maar voor de provocatie. En op een gegeven moment zeg je maar, ja, maar je lezers, hebben ze daar wat aan? Zijn ze blij daarmee of zo? Je bent gewoon een dienaar. Je moet gewoon iets extra kunnen brengen. En ook veel plezier hebben in het schrijven. Dat heb ik nog steeds, na zoveel jaren. Nee, dat is. Ik vind het echt klasse hoe je dat weet vol te houden. Ja, maar ik zeg, ik heb het mooiste beroep ter wereld. Ik bedoel, dat was Hofland die dat rapporteerde ooit, 30 jaar geleden. Hij zegt, een goede columnist hoeft niets te doen. Ja. Hij snijdt zijn pols open en hij laat het gewoon vloeien. En dat is ook zo. Ik bedoel, je moet gewoon jezelf authentiek. Authenticiteit is het belangrijkste. Je gaat niet een column schrijven puur uit strategie. Omdat je iets misschien niet echt meent. Of je denkt, als ik strategisch deze positie inneem, nee. Je moet gewoon authentiek zijn en legitiem. Maar je hebt wel vaak een, hoe zal ik het zeggen, een politieke invalshoek. Als je iets over dit gesprek is gepland nadat jouw deadline was gevallen. Dat was een beetje voor jou de afspraak. Ja. Dus die deadline is geweest. Het stuk staat al in de krant als Weltschmerz op YouTube. Staat morgenochtend voor ons, ja. Ja. Dus jij kan vertellen waar je het over hebt gehad in je laatste column. Oh ja, zeker. Want ik denk dat het een belangrijk, belangrijk in alle bescheidenheid, maar voor mij in ieder geval belangrijk. Ik heb mensen denken dat ik vrij rechts zou zijn, dat is niet waar. Ik heb iets tegen de linkse arrogantie. Ik heb een beetje uit de linkse kerk, als het ware, ontsnapt. Rob Hoogland, die ik ontmoette toevallig, niet toevallig, was bij de signeersessie voor zijn boek met Van Amerongen. Hij zei tegen mij, maar je bent niet rechts. Dat ben ik ook niet. Je bent gewoon kritisch voor links. En dat is een hele goede definitie, had ik nooit aan gedacht. Dus de column van morgen gaat over het feit dat ik, hoewel mensen denken dat ik een gruwelijke hekel heb aan GroenLinks, dat is niet waar. Ik ben echt voor een groene politiek. Maar wat ik in die column probeer te zeggen, dat is dat links moet eindelijk wegvallen. En ik citeer Balkenende, die zegt, duurzaamheid, politiek, ecologische politiek, heeft niets met rechts en links te maken. En dat wordt tijd dat GroenLinks dat begrijpt. En gewoon dat links, al die links leuke dingetjes, anti-zwarte pit, permanent verblijfsvergunning voor uitgeprocedeerde asielzoekers, dat ze dat gewoon laten falen en zich totaal concentreren op groen, in een liberaal-christelijk groen kabinet. Daar zou ik heel erg blij mee zijn. En wat mij betreft mag Yesias, de Messias, premier worden over 5 jaar. Dus dat is wat in die column staat. Oké. Ik ga het toch lezen. Ja. Je hebt het nu wel verteld, maar ik ga het toch lezen. Ik wil nog eventjes teruggaan naar de tijd dat je nog niet in Nederland was. Want dat intrigeert me. Want
Ik heb begrepen, jouw ouders, en ik weet niet of het een scheldwoord is, maar dat waren pieds noirs. Nee, dat is geen, scheldwoord. Nee, mensen werden zo... Ja, dat is een heel lang verhaal. Of de eerste kolonisten die in Algerije kwamen, hadden zwarte laarzen. En toen de Arabieren die mensen zagen, die Fransen, die zeiden dat zijn de zwarte voeten, hè, de pieds noirs. Dat kwam van de zwarte rubberlaarzen. Ja, dat is één van de theorieën, maar niemand weet het precies. Deze heb ik heel vaak gehoord en die zou wel eens kunnen kloppen. Algerije, ik ben in Algerije geboren in 1956. En in ik ben Oran, vertrokken of waar ben je? In Oran. Ja. Oran. En ik ben daar vertrokken toen ik 6 jaar was. En godzijdank, ik heb een ongelooflijk geheugen vanaf mijn 3e jaar. Dus ik weet, ik heb een boek en een roman hierover geschreven. Alles, want ik ben geboren in de tijd van oorlog, burgeroorlog. Hè? Dat was een hele gewelddadige oorlog. Wij werden geconfronteerd met het begrip, dat kennen we niet, kneedbom. Ja, inderdaad. Dat zijn die werden geplaatst onder de tafels, in bars enzovoort. Dat waren de eerste aanslagen die het FLN, Front de la Libération Nationale, van de Arabische strijders plaatsten enzovoort. Maar ik ben daar geboren en ik ben net op tijd vertrokken, zou ik zeggen. Ik kan je ook precies vertellen hoe dat ging. 3 dagen slapen in een vliegveld. Hal, zonder te eten enzovoort. Net op tijd, in die zin dat 2 weken later de mensen die daar gebleven waren, we zijn 11 juni 1962 vertrokken. En op 5 juli 1962 was de onafhankelijkheid, van, die werd echt gefeteerd enzovoort en gecelebreerd van Algerije. En toen heeft het Franse leger die daar nog aanwezig was, is niet uit de kazerne gestapt om een beetje orde op zaak te brengen. En er zijn daar verschrikkelijke taferelen, mensen zijn vermoord, ongeveer in deze stad. Hè. Alleen in Oran is dat gebeurd. Zijn Franse vermoorden Algerije? Ja, die zijn ontvoerd, in stukjes gehakt. Dat is heel wreed. We zijn gebracht naar de Petit Lac. Dat was een buurt waar alleen maar Arabieren woonden. Ze zijn gefusilleerd, hondhoofd, gemarteld. Je kan ongeveer een stuk om 700-800 uit dezelfde stad waar ik vandaan was, waar ik vertrokken was, 2 weken eerder. Dus ik zeg altijd, we zijn net op tijd vertrokken en terug naar Frankrijk. Ken je het begrip Bersiap? Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Bersiap niet? Nee. Dus, zo wordt de tijd genoemd, ik kom uit Nederlands-Indië. De Japanners die hadden de nederlaag erkend, wapens neergelegd. En toen kreeg je een soort machtsvacuüm. En van dat machtsvacuüm hebben dat is de het, ja. Vrijheidsstrijders tussen aanhalingstekens gebruik gemaakt. Ja. En toen zijn heel veel mensen vermoord. Onder andere op de manier die je net eventjes aanstipte. Levend in stukjes gehakt. Ja. Want dat werd Xinjiang genoemd. Hmm. Maar dat gebeurde daar ook bij jullie. Ja, dat is een andere cultuur. Hè. Ik bedoel, de Fransen waren heel goed om de mensen te fusilleren in heel grote getalen. Dat moet je niet minimaliseren, wat ik ben aan het zeggen. Klein houden in ieder geval. Maar Arabieren zijn heel wreed. Dat zie je ook met... Nu met de Islamitische Staat in leed veroorzaken bij hun tegenstanders. Dat is verschrikkelijk. Ja, ik bedoel, als kind had ik toegang stiekem tot een boek van mijn vader. Die was politieagent in Algerije. Hij was politieagent. Hij had een boek met foto's van allerlei soorten moordpartijen uitgevoerd door het FLN. En ja, je zag van alles, hè. Onthoofding met penis in de mond, Franse militairen die gepakt waren. En die werden beetje per beetje alle vlees van de bot weggehaald en in stukjes gehakt, armen op afgehakt en dan weer ergens anders geplaatst. Nou, en dat boek... Het was fascinerend, want ik was misschien 4, 5 jaar. En ik kijk naar dat boek zonder angst, want het was je omgeving. Ik bedoel, ik heb daar absoluut geen trauma van overgehouden. Mijn moeder wel, mijn vader niet. Mijn vader is vrij cool, dat is een echte Fransman. Die kwam ook uit Frankrijk, die was daar niet geboren. Hè. Hij was daar in militaire dienst. En je moeder was echt een kolon? Nee, mijn moeder was gewoon uit de kolonisten. Dat waren gewoon hele rijke grondbezitters.
En we waren gewoon arme mensen. Net genoeg om te eten enzovoort. Alleen mijn vader werd ambtenaar toen hij terugkwam. Omdat hij mijn moeder had ontmoet. Na zijn militaire dienst kwam hij terug en hij kon politieagent worden. En hij was ineens ambtenaar. Dus we hadden het ietsje breder dan de rest. En toen later is hij onderofficier geworden. Zo nu moet ik je eventjes onderbreken, ja. Omdat er steeds vragen naar boven komen. Ik heb het idee dat onze verledens op elkaar lijken wat dat betreft. Ja. Want jij bent ook, zoals ze dat in het Duits noemen, een Heimatvertriebene. Jouw Heimat bestaat niet meer. Nee. Mijn ouders zijn verdreven, jouw ouders zijn verdreven. Ja. Er is ook nooit een idee geweest dat je terug kon naar een wereld van die... was opgehouden. Nee, ik heb daar ook geen behoefte aan. Nee, alles is daar ook veranderd. Maar ik bedoel, ik heb daar totaal geen rancune of wrok over gehouden. En ik ben ook van mening, afgezien van de vrije tijd van die strijd daar, want dat was echt, ik denk op gebied van decolonisatie, een van de ergste decolonisatie die je kon meemaken. Een oorlog die werkelijk verschrikkelijk was. Maar ik heb daar helemaal niets over gehouden. Ik vind dat wij daar als Fransen niets te zoeken hadden. Ik vind dat kolonisatie in eerste instantie diefstal is. In Frankrijk heb je een presidentskandidaat, Macron, die heeft onlangs gezegd dat het een misdaad tegen de menselijkheid is. Dat is niet waar, want er is ook heel veel opgebouwd in Algerije bijvoorbeeld. Ook hele mooie dingen. Nou, infrastructuur. We hadden er niks te zoeken. Nee, we hadden daar niets te zoeken. Ik ben ook als adolescent vaak in conflict gekomen met mijn ouders. Omdat ik probeer dat uit te leggen. Dat is hun land. We hadden daar niets te zoeken. We horen gewoon hier in Frankrijk te zijn. En niet daar. Maar... het verschil natuurlijk met de Pieds-Noirs was dat die zich niet mengde met de lokale bevolking. Er zijn geen métissen zoals ik. Nee, dat klopt. Dat was totaal gescheiden. Er was veel discriminatie en bijna apartheid, kan je dan wel zeggen. Maar weet je, er is iets dat ik niet begrijp. Ik ben nu 60 jaar geworden, afgelopen jaar. En op mijn leeftijd begrijp ik nog steeds niet waarom na zo'n vrede oorlog... waarom 6 miljoen, ik zal het gewoon op 4 miljoen, statistieken in Frankrijk bestaan niet. 4 miljoen migranten zijn ons nagereisd om heel ontevreden en soms vol haat naar Frankrijk, in de banlieues, naar Frankrijk te kijken. Ik zeg, waarom, jullie hebben jullie land eindelijk teruggekregen en terecht. Maar waarom waarom zijn nog duizenden, miljoenen Algerijnen die heel graag in die banlieues willen gaan wonen uit Algerije en hun eigen land ontvluchten? Terwijl het bots... Er is wel reden toe. Nee, om land economisch... Nee. Algerije heeft toch het... Ja, maar dat is afgelopen. De burgeroorlog met de Vies, dat was in 1991. Ook in begin jaren 90. Honderdduizenden doden heeft dat... 200.000 toch ongeveer. En misschien meer. Ja. Maar daar gaat het niet om. Ze willen gewoon het welzijn in Frankrijk zonder de Fransen. Want kijk, die Fransen, dat is... We hebben echt een heel groot probleem van integratie van moslimpopulatie. En dat vind ik voor de toekomst toch wel de grote vraag. Zoals die opgelost moet worden. Als ik in afgelopen vakantie in Parijs... Het werd mij ook op een gegeven moment door mijn uitspraak van het Frans op mijn uiterlijk gevraagd... Bent u een Algerijn? En dan weet ik, bent misschien Chinees. Maar de man die dat deed, en zo kwamen we er veel tegen... leken echt geassimileerde Algerijnen te zijn. Ik bedoel, die heb je ook, toch? Ja, absoluut, absoluut. Je hebt... wacht eens even, ik ga niet generaliseren. Je hoeft alleen maar televisie aan te doen in Frankrijk... en dan zie je hoeveel journalisten van precies, Arabische precies. afkomst zijn. Ja, ja. Totaal geassimileerd, geïntegreerd ook. Ja. Van beide kanten. Dat is een minderheid, zeg jij. Ja, als we dan praten over de banlieue... je hebt ongeveer... ik geloof 250, maar nu zeg ik misschien ons, ik weet niet op aantal, maar je hebt wat ze moeilijke buurt noemen in Frankrijk. Dat zijn gewoon eigenlijk de no-go areas. Dan kom je daar gewoon niet in. Als politie, als arts niet, als brandweerman niet, als meteropnemer niet.
En daar is een andere Frankrijk. Dat is geen Frankrijk meer. Ik kijk wel eens naar filmpjes op YouTube. Dat is gruwelijk. En als je nu googelt op de woorden, op de formule guerre civile, burgeroorlog in Frankrijk, dan zullen we wel zien, alles wat je, er zijn ook steeds meer boeken. Ja. Er is zelfs een boek van de Figaro journalist, La guerre civile qui vient, de komende burgeroorlog. Ik kijk altijd naar Bagarre. Dan zoek ik En Mitterrand. Frans president François Hollande heeft in een boek dat onlangs is verschenen, gezegd, ik vrees la partition. Dat is eigenlijk de separatie tussen bepaalde gebieden die niet meer Franse zullen zijn in de toekomst. Ik bedoel, dit is zo erg. Een soort van is dat. Wat ze in Zuid-Afrika en de apartheid. Ja, de maar, stans, maar dan op twee fundamenten rustend. Zeg maar de religieus natuurlijk. Salafisme is echt in expansie op het ogenblik. En dat andere poot is gewoon puur criminaliteit, drugsbenden die bepaalde buurt helemaal in de handen hebben. Dus met die twee poten maakt dat bepaalde banlieues, banlieue is eigenlijk een periferie van een grote stad, hè, die niet meer toegankelijk zijn. En de Fransen zitten met de handen in het haar en niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Maar nou ja, dat hebben ze gewoon versloft en immigratie niet kunnen beperken. Zie je grote verschillen tussen Frankrijk en Nederland? Ja. Ja, ik denk, Nederland is een Frankrijk in het klein, maar de aantallen zijn niet zo groot. Van mensen die oorspronkelijk van Noord-Afrika komen bijvoorbeeld. Dan heb je andere problemen met Turken, dat zijn meer problemen van nationalistische haarden. Ik denk dat Frankrijk is een veel grotere land en er zijn veel te veel, men heeft zeg maar veel te veel toegang verleend aan grote groepen zonder de structuur daarvoor te hebben. Dus dat betekent dat op een gegeven moment... Je migranten, ze hebben veel te veel migranten in die banlieues, er werd gewoon toegelaten. En had je op een gegeven moment, heb je nog steeds, Afrikaanse families die met z'n 15 in een flatje zitten, waar kinderen geen ruimte hebben om te slapen. En om de beurt moeten ze de broertje laten slapen, gaan ze beneden, 's nachts 2 uur zitten, en dan komt weer een bed vrij. Ik bedoel, dat was ook vooral in 2005 in de tijd van de opstand bij de banlieue in Frankrijk. Ik heb niet het gevoel dat het zo erg, als ik het zo mag uitdrukken, in Nederland als in Frankrijk. Nee, maar ik zou het niet echt precies kunnen duiden waarom het zo is. Heb je nou het idee dat het vooral ook als je denkt aan Nederland, België, de Noord-Afrikanen zijn, de Maghrebins, die niet geïntegreerd zijn? Nou, ik denk dat je het probleem algemene moet zien. En dat is ook een taboe dat eigenlijk bijna nooit besproken wordt. Mensen die zeggen, met immigratie is geen probleem, integratie ook niet, ja, een beetje. Maar die zeggen, kijk naar het verleden. Het is toch allemaal goed gegaan met Italiaan, met Portugezen, met Polen. Wij praten hier over een immigratie uit moslimlanden. En dat is misschien niet leuk om te horen. Maar Europeanen en moslims zijn in de loop der eeuw, al bijna 15e eeuw, zijn er vijand van elkaar geweest. Die zijn altijd in oorlog met elkaar geweest. Invasies, repressie, kruistocht, barbaresk. Dat zijn al die mensen die eigenlijk door incursies in Europa werden meegenomen als slaaf en teruggebracht. Wij waren altijd, ja. En voor het eerst in de geschiedenis van Europa worden we geconfronteerd met een immigratie dat uit moslimlanden afkomstig is. Dat scheurt, dat botst. Dat is iets. En soms gaat het fantastisch goed en soms gaat het helemaal niet goed. Omdat er is een culturele en religieus component die maken dat het niet vanzelfsprekend is dat zoals Italiaan die katholiek waren of Polen of wat Frankrijk betreft Portugezen. Dat ging ook een beetje stroef, maar dat ging toch veel makkelijker. Denk je dat zo'n burgemeester Abu Talib van Rotterdam een goede functie heeft voor wat betreft... Ik denk dat hij wordt gedragen. Ja, ik ben vol bewondering voor Ahmed Abu Talib, omdat
Hij is lenig genoeg om van mening te veranderen en van houding te veranderen. Ik heb vaak in het verleden met hem gebotst. Toen hij met name nog voorzitter was van Forum, een multiculturele instelling. Ja. Toen was een andere Abu Taleb. Hè? Dat was Abu Taleb die zei, Ayan, in een zaal vol Marokkanen, Ayan Irsi Ali, de gewezen VVD-Kamerlid, is iemand die, omdat ze de islam bekritiseert, is iemand die in haar eigen nest pist. Ik bedoel, het was ook de man die zei in een programma van Sonja Barend, begin jaren 2002, ik zou niet helemaal niet blij zijn als mijn dochters met een niet-moslim thuis zouden komen. Heeft hij dat weer retracted? Hij heeft zelfs gezegd dat hij dat nooit zo bedoeld had. Ah. Nou, ik heb daarover geschreven, we hebben met elkaar gebotst. Toen hebben we een kopje koffie samen gedronken, ja? Om dat goed te maken, jaren geleden. Vlak voordat hij burgemeester werd van Rotterdam. Maar ik moet wel zeggen, hij is gemuteerd als het ware. Hij is echt, het is uit zo'n cocoon, is een beetje een vlinder, weet je wel. Hij was in een andere situatie. Hij kan zich goed passen aan de situatie, professionele situatie waarin hij zit. Maar ik moet wel zeggen, dat wil ik hem niet toch verwijten, want ik vind dat wat hij nu gedaan heeft, met name in de Turkse kwestie, de crisis met de Turkse ministers, en wat hij ook zegt, en vind ik gewoon, hij gebruikt de woorden die jonge Marokkanen beter kunnen incasseren en horen als hij zegt, bevalt het je niet hier, rot toch maar op, rot op. Ik vind dat helemaal geen schande dat hij dat zegt. En ik vind dat hij gewoon voor een stad als Rotterdam iemand is die, die op de juiste plek nu zit. Nee, het is grappig, in het interview dat ik hiervoor had, kwam ik nog met het gegeven in de jaren 50 in Amerika had je een soort van lakmoesproef of je goed of aan de goede kant of aan de slechte kant van het racisme-debat stond. En dan was dan de vraag, als jouw dochter met een neger thuiskomt, wat doe je dan? Nu kijkt niemand daarvan op. Ik heb twee dochters. Maakt mij niet zoveel uit met wie ze thuis komen. En toen refereerde ik, maar ik heb erbij gezegd, ik weet niet zeker hoe die dat heeft gezegd, of hij dat heeft gezegd, maar dat Abu Talib ook gezegd zou hebben van, ik wil niet dat mijn dochters met een... Ik heb, als de dag van gisteren, ik heb het programma gezien en ik heb daarover geschreven. Sonja Barend heeft het casus voorgelegd. Hij heeft daarop geantwoord. Nou, ik zou daar niet zo blij om zijn. Ik zou daar wel moeite mee hebben. Ja, ja. En toen heb ik gezegd, hoe kan je dat nou zeggen als je voorzitter bent van een multicultureel instituut als Forum? Dat kan toch niet? Ik bedoel, dat is, de basis is de gemixte, de gemengde huwelijk. Mixen, zoals dat ook in het Frans heet. Hè? Nee. La mixité des mariages. Met gemengde huwelijk. Ik bedoel, nogmaals, hij is wel gaan veranderen in de... Want hoe is hij, je zegt, ik heb persoonlijk contact gehad. Hoe heeft hij de... Hij heeft mij een keertje een mailtje gestuurd. Want daarna zijn we nog een paar keer samen. Hij was nog bij Forum. En ik was met Aci Karacer van Midigorus en hij. En ik had een open brief aan de moslim van Nederland geschreven naar aanleiding van 11 september. Ik heb dat in oktober 2001 gedaan. En toen is de hele les losgebroken. Was in die tijd mocht je de mensen niet zo aanspreken op een moslim zijn. En zeggen kijk, je moet toch een positie bepalen ten aanzien van terroristisch aanslag die in je naam wordt gepleegd. En je geloof wordt gekapt. Gekaapt door de... Ja, door de terrorist enzovoort. Dus je moet reageren. Ja, toen was het de wereld te klein. En er kwam heel veel brieven. En onder andere reacties van Forum, van Abu Talib en zo. En we zijn ook in een radioprogramma terechtgekomen. Met z'n drietjes. En een presentator natuurlijk. En toen werd tegen mij gezegd, door Abu Talib met name. Toen gezegd, ja, maar door zo ons aan te spreken, dan geef je ons met de blanke lat, met een stok. En dan worden we geslagen. Hij is ontzettend. Nu zou hij dat nooit meer zeggen natuurlijk. Ik bedoel, hij begreep zelf nu dat hij een ferme houding moet hebben ten aanzien van een grote stad, multi-etnische stad als Rotterdam. Anders haal je dat niet. Mm. Ik bedoel, in je beroep. Dus hij is
ontzettend gaan veranderen. Heeft hij nog iets gezegd over zijn dochters met wie hij... Of weet je dat niet? Jawel, jawel. Want ik heb daar met hem, daarna heeft hij mee... toen hij, hij was, geloof ik, staatssecretaris in de regering van... of hij was wethouder. Nee, wethouder in Amsterdam. Hij is wethouder sociale zaken. Ja. Ja, wethouder in Amsterdam. En toen heeft hij mij een mailtje gestuurd van... zullen we dat een beetje bijleggen en zo. Waarom hij dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar ik denk dat hij al wist waarschijnlijk dat hij misschien burgemeester zou zijn. Maar dat heeft hij mij niet verteld. En toen ben ik naar Stopera in Amsterdam. Heb ik gewoon, hij werd toen bewaakt al. Hè? Want dat was na Theo van Gogh. Ja, ja, ja. En ik denk dat misschien heeft hij... geproefd dat het toch wel de wereld niet zo in elkaar stak zoals hij dacht. Dat het anders was dan in die tijd dat hij voor Forum werkte. En toen hebben we dat gewoon een uurtje samen gepraat. En toen zijn we daarop teruggekomen. Ja, maar ik bedoel het niet echt zo. Mijn dochters en zo. Nou, dat weet ik niet. Ik weet, volgens mij speelt het nog, hoor, dat probleem. Bij, maar ik wil dat niet. Dat zijn privé aangelegenheden en dat wil ik niet. Nee, natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Maar historisch is er vastgelegd dat je dat gezegd hebt. Ik vind het een belangrijk punt. Toen ik sociologie ging studeren, was een hele rij studenten. Iedereen wilde toen sociologie studeren. We moesten heel lang wachten in de bibliotheek. En ik pakte een willekeurig boekje uit de boekenkast. Het was dodelijk saai. Het was een... etnografie over een dorpje in de Balkan, in Joegoslavië. En het ging maar door allemaal statistieken van mensen die met elkaar trouwden en wanneer en wie met wie. Ja. Maar dat is me altijd bijgebleven. De conclusie was, of de conclusie, het voornaamste onderzoeksgegeven was dat men trouwde niet met elkaar. Ja. En dat vond ik toen, en het is 1968, al vreselijk om te lezen. Ik denk, hoe kan je in een land wonen en niet met elkaar trouwen? Ja, dit is echt een groot probleem, hoor. Dat. Maar je kunt met elkaar trouwen als je dan... je geloof, als je het geloof hebt, als je die gewoon opzij zet en moslim wordt bijvoorbeeld. Hè, dan kun je geaccepteerd worden onder bepaalde omstandigheden. Maar dit is ook weer een teken dat je mag niet, en dat vind ik echt bijna geestelijke manipulatie, om te zeggen, kijk, die integratie op den duur zou wel goed lopen, omdat het wel goed gelopen is met de voorgangers die uit allerlei soort hoeken van Europa kwamen. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. We hebben nu hier over twee culturen die historisch hebben gebotst met elkaar op een zeer gewelddadige manier. Toch moet ik daar tegen inbrengen. Ja. Het zijn natuurlijk incidentele gevallen, maar vandaag heb ik gesproken met een jonge vrouw. Haar vader is Pakistaan, haar moeder is Nederlands. Kwam uit een katholiek gezin. Zij is echt een autonoom zijnd en denkend wezen. Echt losgezongen van wat voor religieuze bondage dan ook. En je hebt hem net ontmoet, die Celal Aluntas. Dat is de Koerdische jongen. Ja, vader is imam. Ja. Die heeft, zeg maar, het... Hij heeft zich geïndividualiseerd. Hij heeft het over zijn afkomst, waarin je wij moest denken. En dat was gesloten, buitenwereld. En hij heeft zich daaruit ontvouwd. Dus een soort van vlinder is hij ook losgekomen. Ja. Ik bedoel, het is wel mogelijk. Absoluut, absoluut. En dan zeg ik zeg alleen dat het... Je mag het niet alleen specifiek of algemeen zien. Maar ik zeg alleen dat... Door het feit dat het botst met elkaar, je hebt heel veel uitzondering, fantastisch geïntegreerde mensen die ook heel goed werk doen. En bravo voor allemaal, geen sprake van... Het blijven geïsoleerde gevallen. Er zijn onderzoek bijvoorbeeld in Frankrijk, maar dat is een beetje overal hetzelfde in Europa. Bij jongeren bijvoorbeeld, jongeren moslim, wat vind je belangrijk, de sharia of Frankrijk? Ja, 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 en het ja, is 40% ja, die zegt, de sharia is voor je belangrijk. Ja. Maar zeggen ze dan niet iets waar ze eigenlijk geen weet van hebben? Nou, ik neem nog een voorbeeld. Zoals je weet zijn heel veel terroristische aanslagen verijdeld, maar ook uitgevoerd in Frankrijk de laatste 2 jaar. En als je kijkt, dat hele palet aan terroristen die zijn of gepakt of vermoord, of nu in de gevangenis zitten omdat ze wel een aanslag van de plek, die komen bijna allemaal uit de immigratiereservoir.
Ja, ik bedoel, de Fransen die dat zien, want in Nederland is het godzijdank, en dat moet ook zo blijven, nog niet gebeurd. Ik heb geen aanslag gehad. Maar in Frankrijk er zijn er zoveel geweest. En je ziet dat ze of uit België komen of uit Frankrijk. Er is 2 of 3 gevallen van mensen die kwamen uit Irak of Syrië. Maar de rest zijn allemaal kinderen van migranten. Inheemse. Ja, en dan ga je over nadenken. Ho, wie hebben we binnengehaald? Dat is een logische reflex. Ik zeg niet dat het voor iedereen geldt. Maar dat is een logisch, menselijke reflex. Als je ziet dat je jonge buurman altijd vrolijk, dronk, voetbal speelde enzovoort. En de volgende dag gaat hij met een mes een priester kelen in zijn kerken. Het, ja. Nou, dat was in Normandië. Normandië, sorry. Maar ik bedoel, ja, dan word je een beetje bang. Dat is toch logisch? Ja. Dan mag je toch vragen stellen. Dan mag je toch zeggen, ja, waar zijn we mee bezig? Ja. Waar gaan we naartoe? In Frankrijk is wat je beschrijft is absoluut herkenbaar. Maar bestaat ook een idee in Frankrijk dat de socialisten met name dit hebben losgelaten, dit hebben toegestaan, dit hebben toegedekt? Zoals dat in Nederland bestaat? Ja, ja, je kunt zeggen dat de regering van François Hollande de laatste 5 jaar zijn best heeft gedaan om dat niet te agenderen en om dat probleem. Kijk, het is niet een kwestie van geld. Er is enorm, sinds de rellen van 2005, dat is al 12 jaar geleden, is er heel veel geld gepompt in die banlieues om die te moderniseren enzovoort. Maar dat helpt niet. Was ook alweer het woord dat Sarkozy gebruikte om dat. Hij had het over de racaille. Ja, dat was de racaille, gepeupel. Maar ik bedoel, er is heel veel geld gepompt, zowel door rechts als door links. Maar dat is niet voldoende. Als mensen zich niet erkennen in een land, als ze zeggen van, ja, Frankrijk, daar heb ik een gruwelijke ekel aan, omdat het ook een kolonialistisch verleden heeft, dat speelt ook. Dat is heel belangrijk. Maar in Nederland ook. Want die jongeren die zeggen, ja, maar die mensen zijn in mijn oorspronkelijk land geweest. En die hebben heel veel mensen vermoord, waarvan ik een oom ken en een tante of wat dan ook. Ja, ik heb een gruwelijke ekel aan de Fransen. Ik woon in Frankrijk, ik leef in Frankrijk. Misschien werk ik ook in Frankrijk. Maar misschien ben ik ook gevoeliger om voor bepaalde radicalisering en indoctrinatie van anderen. En dat is wat het hoe geval zou dat is eigenlijk, wat jouw ouders betrof, misschien jou ook betrof, met het, hoe heet het, anticolonialisme sentiment wat op een gegeven moment opkwam in de westerse intelligentia. Ja. Werd er toen ook neergekeken op de pieds-noirs? Werden die ook gezien als Ja, toen wij in Frankrijk aankwamen. Je moet zien dat Algerije was een land van 9 miljoen mensen ongeveer, 10 miljoen mensen. 9 miljoen Arabieren, 1 miljoen Europeanen, want niet alleen Frans. Hè. Veel Spanjaarden, Maltese, Italianen ook, Duitsers zelfs. Toen wij in Frankrijk terechtkwamen, ik was nog nooit in Frankrijk geweest. Ik bedoel, mijn vader was een Fransman uit Frankrijk. Maar ik bedoel, ja, ik was nog in 6 jaar en ik kwam daar terecht. Maar de ontvangst was zeer slecht. De Fransen dachten ten eerste, er zijn 30.000 militairen die gesneuveld zijn in Algerije door jullie schuld. En dat waren echt Fransen. Ten tweede, jullie hebben geprofiteerd van de Arabieren en moesten we jullie komen redden. Want het was mooi om een uitdrukking in Frankrijk, in het Frans, vous avez fait suer le burnou. En jullie hebben gewoon de mensen bijna laten transpireren om ze uit te buiten. Dus je werd, terwijl het volk, de pieds noirs, daar op een kleine groep kolonisten. Het was een arm volk. Mensen hadden heel weinig. Dus de ontvangst in Frankrijk was zeer negatief. Maar hoorden niet alle blanken. Sorry. Ja, ik neem ook nog wat. Hoorden niet alle blanken in Algerije tot de elite? Ja, tuurlijk. Het was apartheid. Er waren zelfs stranden waar, en dat is een anekdote, maar dat is echt waar, er stond op borden geschreven, niet voor honden en Arabieren. Ik bedoel, als je dat in je collectief geheugen integreert, dan kan je natuurlijk weinig sympathie voor de Fransen voelen. Ik bedoel, degene die dat ooit gezet heeft op een strand is natuurlijk de grootste klootzak ter wereld. Maar ik bedoel, dat zijn dingen die natuurlijk wel
doorgegeven van generatie naar generatie. Ja, ja, dat zijn de mensen die ons land hebben gestolen. Ja. En die schrijven op onze strand dat wij niet, zowel de honden als de Arabieren, niet op die strand mochten. Maar bestond er niet in eventjes, heb jij Abu Janja gezien toen hij die... Ja. Heb je ook de film daarna gezien? Nee. Ja. Nee, ik heb het niet daarna gezien. Ik had het eerder gezien. Die kende je. Het is een hele, ja, een Italiano regisseur. Ja, ja. En het is een heel uitstekend. Prachtig. Uitstekend. Gruwelijke film. Gruwelijke film. Maar daar werd ook, zeg maar, niet zozeer terrorisme verheerlijkt. Alleen, het mocht. Zwangere vrouwen doden door middel van een bom. Ja. Het moest. Het is een film waarin toch heel duidelijk terreur als middel werd goedgekeurd. Ja. Ja, dat is het eeuwige dilemma. Maar ik keur natuurlijk terrorisme af enzovoort. Maar Algerije was een bezet land. Dus daar heb je altijd een extra argument om te kunnen zeggen... ja, maar ik moet wel die methode gebruiken. En dat waren verschrikkelijke methoden voor de jongere Europeaan... die stierven op een dansvloer of in een café of in een bar. Zoals het in Algerije, in Algiers en in Oran gebeurd is. Vooral in Algiers trouwens. Maar... ja, je houdt dat land bezet. Daarom zeg ik, vanaf het begin zit je fout. Het is gewoon kolonisatie is diefstaal. Je had daar nooit moeten zitten. Maar tegelijkertijd, er is ook een argument geweest om Algerije te koloniseren. Dat is dat met die barbareske, er gingen heel veel piraten, Europese schepen aanvallen, mensen ontvoeren, slaven van maken. En ook tot de 18e van de kolonisatie, dat dateerde van 1830. Ik bedoel, vanaf dat moment is er ook een algemene stemming geweest, ook met Amerikanen zelfs, om in te grijpen. Ja, de Fransen hebben ingegrepen, vooral ook voor eigen gewin. En de Fransen hebben natuurlijk het land helemaal in beslag genomen. Maar dat was ook een van de alibis, zeg maar, om die piraterij te doen stoppen. Nee, het doet me denken aan... ik heb ooit eens een oude man gesproken in Indonesië, in de Mangarij. Dat is een achtergebleven gebied op Flores. Man van in de 90. En ik vroeg hem, kunt u zich de tijd van de Nederlanders nog herinneren? De Waktu Blanda. Hij zei, ja, dat weet ik nog heel goed. Want toen kon ik voor het eerst als kindje naar het strand... En ze woonden daar echt bijna op zichtafstand daar vandaan. Dus ik zeg, waarom kon hij dan niet naar het strand? Ja, je kon zo gekidnapt worden door de Boeginezen, die roofden kinderen. Ja. Dus en de Nederlanders, die hebben een Pax Hollanda daar gevestigd. Dus een soort veiligheid gebracht. Ja. En dan weet ik niet of die situatie ook in Algerije zo is geweest. Het golde wel voor de Joden, dat wel. Want dat was een minderheid, dat was een hele grote minderheid in Algerije, voordat de Fransen kwamen en die werden onderdrukt door de Arabieren en door de Berbers. Oran was met name een stad waar de grootste Joodse gemeenschap was gevestigd. En die mensen hebben natuurlijk wel de komst van de Fransen bejubeld en echt met open armen ontvangen. Ja. Heb je eigenlijk nu nog steeds, of heb je Algerijnse vrienden? Nou, ik zou bijna zeggen Karim Traida, maar dat is wel lang geleden. We hebben samen, ik zou nog steeds een couscous voor hem maken, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb het zowel gehad in Frankrijk tot voor kort hoor. Ik had nog een sportclub in Aix-en-Provence, waar ik wedstrijd tot voor kort hoor, 5 jaar geleden voor het laatst. Dus ik had een. Ik wat had voor daar wedstrijden wel atletiek. Bij veteranen, ja. En, maar ook als bij de reguliere club. Ik wierp discus en hammer voor die club. Dus ze belden mij, want we hebben weer een wedstrijd. 2 keer per jaar was dat. En ze hadden geen werper op die nummers. Dus moesten iemand met kracht en massa hebben. Ja, nou ja, ik ben wereldkampioen hoor, mijn veteraan. Wacht even. Okay. 2007 okay. In Italië ben ik wereldkampioen werpvijfkamp geworden. En ik heb, werpvijfkamp, wat is dat? Dat zijn alle werpnummers. Plus kogelstoot, discus, speerwerpen, hammer en dan gewichtwerpen. Dat is een hele grote bal van 16 kilo.
En, een soort kettlebell, maar dan heel... Ja, dus met een hele korte, en dan kan je gewoon niet verder dan 18 meter. Want dat is heel zwaar. Terwijl en dat kon jij? Kogelslingeren, dan werp je tot 45 meter, althans in mijn geval. En spier 52 enzovoort. Nou, maar ik ben heel trots daarop, want ik ben niet alleen wereldkampioen veteraan. Respect. Nee, maar ik heb gewoon een verschrikkelijke Griek kunnen verslaan, die nooit nog niemand verslagen had. Die man, dat was een prestatie van juwelen. Prachtige palmares, omdat... Dus ik heb een hele mooie gouden medaille gekregen. Maar toen had je, daar gaan we even op, toen had je Berbervrienden. Dus ik had verschillende vrienden. Maar onder andere een hele goede vriend, Mohamed. Die was een loper, 400 meter loper. En we konden heel goed met elkaar opschieten. Maar dat was, kijk, die tijd is voorbij voor mij. Praat je met hem over de tijden? Nee, dat zou ik ook nooit doen. Nee? Nee, waarom zou ik... Ik had wel in Nederland een hele goede vriend ook, maar dat was een Tunesiër. We gingen samen eten en hij nodigde mij uit bij hem thuis. Maar hij was niet echt een vrome moslim, want wijn vond hij echt ontzettend lekker. Misschien was dat ook een van de band die we samen hadden. We konden gewoon gezellig goed samen drinken. Ik ben altijd geïnteresseerd. Ik kan ook goed drinken. Maar ik ben altijd geïnteresseerd in geschiedenis. Ja. En ik zou, als ik eenmaal met een Indonesische intellectueel zou praten, zou ik toch ook... Maar hoe kijken jullie nou tegen de Bersiap aan, hè? Die bevrijdingstijd? Quote en quote. Ik ben dat een beetje... ontgroeid. Ik heb toch het gevoel, kijk, we hebben nu andere problemen. We praten nu over iets dat meer dan 50 jaar geleden plaatsvond. En ik bedoel, dat behoort tot de geschiedenis. Ja. En we hebben nu totaal nieuwe problemen, ja, waar de confrontatie tussen de twee gemeenschappen zich verplaatst heeft. Dus niet meer in het land van oorsprong, dat gekoloniseerd was, maar in Europa, waar immigratie plaatsvond. En kijk, als ik nu terug naar waar ik gewoond heb, in Aix-en-Provence, de buurt van mijn ouders. Ik kan hier een paar dingen zeggen. Er is een salafistische moskee op 50 meter van hun huis. Die mensen komen uit Algerije, die zijn gevlucht. En die worden geconfronteerd met een salafistische moskee waar iedere vrijdag mensen met djellabas komen. En mijn vader, zijn auto wordt geblokkeerd. Hij kan zijn auto niet meer pakken enzovoort. Overigens, die salafistische moskee is een maand geleden gesloten vanwege verdachte elementen en imams, haat-imams enzovoort. En ook die hele buurt is Arabisch geworden. Ik bedoel, dat is een soort kleine banlieue van Aix-en-Provence. En daar was vroeger helemaal geen rabier. En nu is de hele populatie is vervangen. Zenomo. Ik vond het een heel mooi gesprek. Met het eind heb ik dan toch een beetje het gevoel van... zo erg is het in Nederland nog net niet. Nee, ik vind het wel niet. Ik vind dat het geweld die aanwezig is in Frankrijk, vind je niet. Nee. Dus er is criminaliteit, er zijn problemen. Absoluut, er zijn absoluut problemen. Dat zie je ook nu met mensen uit Turkije, Neder-Turken. Maar het geweld, de wrok, en dat is het verschil tussen een land dat gekoloniseerd werd en zo'n migrant naar het kolonisator heeft gestuurd, als het ware, en Nederland. En dat is toch een tikkeltje... rancuneuze. Nou, ik vind het een mooi moment om af te ronden. Ik vond het een prachtig verhaal. Het is heel veel wat je hebt verteld. Ik praat graag. Ik luister graag naar je. Dank je wel. Het was leuk.